Ja, dit is hem dan. De nieuw beschreven garnalensoort die mijn begeleiders en ik met Naturalis nieuw hebben beschreven. Trots toont student Mike Groenhof de 1 mm grote garnalensoort die hij ontdekte. Voor mijn stageonderzoek onder leiding van wetenschappers Charles Fransen en Werner de Gier hier bij Naturalis heb ik gekeken naar een groep garnalen, zoals deze nieuwe garnaal. En daar zijn wij tijdens de analyses achtergekomen dat deze garnaal op een bijzondere plek terecht kwam. Dus toen hebben we hem nader onderzocht, hebben we hem ook gekeken naar de uiterlijke kenmerken van de garnaal en naar de gastheer, dus het dier waarin die leeft. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het echt een nieuwe soort betreft die nog onbekend was voor de wetenschap. De andere soort Odontonia leven allemaal in zakpijpen, zoals deze. Dit is een zakpijp. Maar de nieuwe soort leeft in deze jongens, in een tropische oester. Dus om dat kenmerk eigenlijk te benadrukken, hebben we hem ook een naam gegeven die daarop terugslaat. Namelijk Odontonia kerang caris. Kerang het Indonesische woord voor schelp en caris het Latijnse woord voor garnaal. Om jullie nog een beeld te geven hoe de garnaal er ongeveer uitziet, heb ik hier een garnaal uit dezelfde familie erbij gepakt, Pontonia pinophilax. Hij is een stuk groter, behoorlijk anders dan de garnalen die we hier in de Noordzee hebben, omdat deze garnalen dus in een bepaalde gastheer leven. PhD Werner de Gier begeleidde de student bij zijn ontdekking. In de loop van de analyses kwamen er dus inderdaad achter dat er iets nieuws tussen zat. En Mike heeft het ontzettend goed opgepikt en ging er meteen achteraan. En op die manier zijn we erachter gekomen door weer terug te gaan naar de collectie, goed te gaan kijken naar het beestje, met behulp bijvoorbeeld van deze microscopen. En uiteindelijk hebben we hem dus beschreven als nieuwe soort. Nou ja, wat we doen is eigenlijk het beestje ontleden. Dus een garnaal zit helemaal vol met allemaal kleine onderdelen. Bijvoorbeeld 6 paar monddelen hebben ze. En die moeten allemaal heel goed bekeken worden om te kijken of dat er verschillen zijn tussen deze soort en de soorten die al bekend zijn. Een garnalencocktail met kerst wordt het niet met deze garnaal erin. Hij is erg klein en hij heeft 18 jaar in de alcohol gestaan. Dus erg lekker zou hij waarschijnlijk ook niet meer smaken. En het zijn van die tegeltjeswijsheden, maar soms zijn die gewoon heel erg waar. Ze zijn het cement van onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat de stad een leukere stad is, dat er heel veel dingen gebeuren. Voor de laatste keer in haar rol van wethouder maakte Marleen Dame zaterdag bekend wie dit jaar zijn uitgeroepen tot de Leidse Vrijwilligers van het Jaar. De toekomstprijs voor de vrijwilliger jonger dan 25 gaat naar Vera Staal. Staal verzorgt leeftijdsgenoten in jongerenhospice Xenia. Ja, soms kan het best wel lastig zijn, maar je haalt er ook heel veel voldoening uit. En je gaat je eigen leven ook heel erg waarderen dat je ziet, het kan ook anders. En ik merk dat ik ook heel veel raakvlakken heb met de jongeren die daar liggen. En dat dat voor hun ook wel iets fijns is, dat er iemand is die van hun leeftijd is. En dat ik merk dat ze dat heel prettig vinden. Ik vind het vooral fijn dat ik genomineerd ben en nu dan ook heb gewonnen, zodat Xenia de aandacht krijgt die ze verdienen. Want het is echt gewoon zo'n mooie organisatie. En die mensen die dat organiseren, daar hebben zo'n goed hart allemaal. En ik vind het fijn dat ik nu via dit de aandacht voor hun wat meer in de picture kan krijgen. Dus ja, dat vind ik heel fijn. De Stichting Voedselbank krijgt de organisatieprijs vanwege het uitgebreide begeleidingstraject dat ze haar vrijwilligers biedt. Ja, het belangrijkste is natuurlijk wat onze vrijwilligers voor onze klanten doen. Maar wij doen als bestuur natuurlijk ook het nodige voor onze eigen vrijwilligers. Ja, denk aan, we hebben 1-op-1 gesprekken met elke vrijwilliger elk jaar. We hebben 2 keer per week, wanneer we de uitdeeldagen hebben, hebben we een soort, ja, noemen we ochtendgebed, waarbij we allerlei informatie met elkaar uitwisselen. Nieuwslids, 2 keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. Nou ja, noem maar op. Uit handen van de wethouder ontvangt Wieske van de Nieuwe Dijk de prijs voor vrijwilliger van het jaar. De winnares, die vrijwilligerswerk doet bij het kringloopproject in Leiden, reageert bescheiden. Dit had ik helemaal niet verwacht. Want we hebben zoveel vrijwilligers die dit ook verdienen. Is deze een beetje voor alle vrijwilligers van Kringloop? Jazeker, dit is echt voor alle vrijwilligers. En vooral de vrijwilligers die er al vrij lang zijn. Maar ook zeg maar voor diegene, dat is mijn begeleidster, die toch moet zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn om het draaiende te houden. Want wij zijn een kringloop die alleen maar uit vrijwilligers bestaan. En wij kunnen net als, we hebben best wel veel concurrentie natuurlijk gekregen de laatste jaren. En wij hebben natuurlijk geen geld voor een
zeg maar een vrachtwagen of om goederen op te halen. Dus wij moeten het echt van de mensen hebben die het komen brengen. En of de wethouder na de verkiezingen zelf aan de slag gaat als vrijwilliger? Straks heb ik meer tijd, want niet bij iedere avond raad of commissie. En dit is geen sollicitatie, want ik vind het ook heerlijk om even de boel te laten leiden. Maar superbelangrijk en ben ik altijd voorin. Op station Leiden Centraal reageren reizigers maandagochtend positief op de nieuwe dienstregeling. Ja, ik weet toch twee treinen even later uit je bed komen, dus het scheelt toch hoor, een paar treinen. Ja, altijd blij mee. Het is altijd fijn dat er meer treinen rijden, dus kun je vaker naar je bestemming. Dus alleen maar goed. ProRail heeft verbeteringen aan het spoor aangebracht, waardoor reizigers nu vanuit Leiden naar Woerden direct kunnen doorreizen met als eindbestemming Houten Castellum. En daarnaast hebben we ook nog de intercity treinen, waardoor er uiteindelijk nu 4 keer per uur rechtstreeks vanuit Leiden naar Utrecht gereisd kan worden. En dat is een hele verbetering voor de reizigers. Ook op het traject tussen Rotterdam en Schiphol komen er meer treinen per uur te rijden, van 4 naar 6. En dus heb je minder lange wachttijden als reiziger. Je kan gewoon naar het station komen en maximaal 10 minuten wachten en dan kun je verder doorreizen naar je eindbestemming. Het lijkt raar om in coronatijd meer treinen in te zetten terwijl er minder reizigers zijn. Maar dat komt door de lange voorbereidingstijd van de nieuwe dienstregeling. Wij zijn al ruim 2 jaar geleden begonnen met de eerste plannen voor deze nieuwe dienstregeling. En het is een enorme puzzel om te komen tot zo'n dienstregeling. Ik heb ook gehoord dat de NS overweegt om toch ook kleinere treinstellen, minder treinstellen in te zetten door corona. Wordt er niet geknaagd aan deze dienstregeling? Nou, dat weten we niet. We monitoren nauwkeurig de reizigersaantallen. En het hangt er ook vanaf wat er uiteindelijk gaat gebeuren met de coronamaatregelen die nu van kracht zijn. Door sprinters in plaats van intercitytreinen in te zetten, wordt tijdswinst behaald. Die sprinters die hebben meer deuren per vierkante meter. Die zijn gelijkvloers, waardoor reizigers makkelijker en sneller in en uit kunnen stappen. En dat maakt dat uiteindelijk dus alle secondes die we daarmee pakken, zorgen dat we deze nieuwe dienstregeling kunnen rijden. Voor te bereiden en na te denken wat we er allemaal mee gaan doen. De enorme maanvis die aanspoelde op Ameland wordt vanavond voor onderzoek naar Naturalis gebracht. Hij is 1,80 hoog en 2 meter lang. En dat is heel groot, of tenminste vrij groot. Deze is 2,70. Dus hij is wel, deze is nog een meter groter. Maar het is wel een van de grootste die is aangespoeld in de afgelopen tientallen jaren. We zitten eraan te denken om hem te gaan 3D scannen, zodat we altijd deze maanvis in de afmeting zoals die nu is aangespoeld kunnen reproduceren, uitprinten, onderzoek aan kunnen doen. En we zouden hem heel graag als corona weer een beetje over is voor het publiek willen opzetten, deels hier in Life Science. Het is zo'n geweldig groot mooi beest. Er is super weinig nog bekend over de biologie van deze dieren. Dus het is elk exemplaar wat je kan onderzoeken, die kans moet je grijpen. En vandaag is de laatste bijeenkomst van Rowing Blind, waarin mensen met een visuele beperking leren kennis maken met de roeisport. Daphne, jij gaat heel, heel brutaal op slag zitten. Ja, nou daar werd ik op ingedeeld, dus vandaar. Edwin, wat is er zo leuk aan roeien? Het is geweldig, ik kan er goed mijn ei in kwijt. En je kan gewoon lekker even je energie kwijt op het water. En roeien is afzien. En dat doen we ook dagelijks. Dit keer even niet, het is nu lekker droog. Maar we hebben wel een aantal keer flink in de regen aflopen zien, inderdaad. Dus ik vind het heerlijk. Het mag een klein beetje miezeren, maar roeiers zijn gewoon niet kleinzerig. Dus die gaan gewoon lekker de boot in bij Njord. Nou, 2 keer gewonnen, Daphne. Ja, heerlijk. Dat had ik niet verwacht eerlijk gezegd, maar is wel lekker. Het was de mannen tegen de vrouwen. Ja, en dat de vrouwen dan winnen is positief. Een beetje de kerst op de taart. Zeker, zeker. Leuke afsluiting van het traject. En wat was voor jou de reden om te beginnen hier met de Rowing Blind? Mijn zicht neemt natuurlijk achteruit en dan kan ik bepaalde sporten niet meer zo goed doen. Dus ik was een beetje op zoek naar een nieuw iets wat ik leuk vond. En toen ben ik hier gaan kijken en ik vond het wel leuk, dus toen ben ik verder gegaan.
Lekker geroeid? Nou, zeker. Ja, dit was echt afzien inderdaad. Dit was de eerste wedstrijd en dat was heel pittig, ja. Ja, zeker. Ja, en ook nog 2 keer verloren. Ze vermeren het nog even in. Ja, ja, bedankt. Inderdaad, klopt. Ja, maar dat is niet zo heel erg. We hebben echt genoten met z'n allen, dus we hebben het heel erg naar het zin gehad. Lekker te sporten en lekker bezig te zijn en weer wat meer conditie te krijgen. Dus, en dat is wel gelukt. En ik hoop dat we nog verder gaan met het roeien hierna. En nu heb je deze eerste zeg maar, cursus gedaan bij Rowing Blind. Smaakt het naar meer? Ja, denk het wel. Ik vond het wel echt een leuke uitdaging. Nou, de eerste running zit erop van Rowing Blind. Ja, dat was echt superleuk. Ook een hele leuke afsluiting. Iedereen die heel erg zijn best deed op het afstandje. De dames die hebben gewonnen. Ja, echt heel leuk. Ja. En Lise Duivenstein, wanneer komt de volgende lichting aan bod? Nou, hopelijk in maart of ietsje daarna, zodat de zon lekker schijnt. En dan, zodat we in het voorjaar nog een traject kunnen hebben. Nog niet alles is rond, maar we zijn druk bezig. En tot slot in het clubhuis een biertje, want het blijft natuurlijk wel een studentenvereniging. Naar aanleiding van het eerste protest zijn deze slimme camera's tijdelijk uitgezet. De bedoeling is om met de camera's mensen te tellen, maar studenten vrezen voor hun privacy omdat de camera's veel meer kunnen dan alleen tellen. Dat de camera's nu tijdelijk uitstaan vinden de studenten niet voldoende. Wat tijdelijk betekent weten wij niet. En als dat betekent dat straks als de commotie over is ze weer in vol ornaat terughangen, is dat inderdaad niet genoeg voor ons. Is daarom deze actie ook bedoeld? Ja, onder andere omdat we toch aan het licht willen brengen dat de kous hiermee niet af is. De studenten willen ook een bredere discussie op gang brengen over hoe we in Nederland om moeten gaan met de mogelijkheden van slimme camera's. Maar voor hunzelf nog belangrijker, ze willen meer medezeggenschap en meer openheid van de universiteit Leiden. Want die camera's zijn eigenlijk alleen maar een symptoom van een slechte bestuurscultuur die op deze universiteit heerst. Er wordt gewoon weinig geluisterd naar studenten en dat willen we ook echt aankaarten, want dat moet veranderen. Hoe uitzicht dat? Wat is jullie voornaamste kritiek? Het feit bijvoorbeeld dat de universiteitsraad, wat de studenten toch representeert en ook de medewerkers, eigenlijk totaal niet goed wordt ingelicht. Ook gezien deze camera, zoals dat het geval. Het feit dat de faciliteiten niet goed onderhouden zijn. Het feit dat praatgroepen over seksuele intimidatie op de universiteit stop zijn gezet ten tijde dat deze camera's zijn aangeschaft. Dus dat laat allemaal zien dat het gewoon niet goed zit hier op dit moment. Now we have a speech. De maanvis, die maandag aanspoelde op Ameland, is gisteren vervoerd naar Leiden. De bijzondere vis wordt onderzocht door wetenschappers van Naturalis. Ze zullen onder andere uitzoeken waarom het dier in de Waddenzee zwom en waaraan het is overleden. Bij aankomst is de maanvis van alle kanten opgemeten. Ook zijn er DNA en huidfragmenten afgenomen. De rest van de determinatie wordt uitgesteld tot na de coronacrisis. Zodra het weer kan, gaan onderzoekers van het museum de vis voor het publiek verder onderzoeken in de Life Science zaal van het museum. Tot het zover is, wordt de maanvis ingevroren. Uiteindelijk wordt die opgezet en toegevoegd aan de collectie van het museum. De Intratuin in Voorschoten die verhuist in maart volgend jaar naar Lisse. Dat betekent dat het dit jaar voor het laatst is dat de traditionele kerstmarkt in Voorschoten te bezoeken is. We hadden natuurlijk in de winter voorheen niet zoveel te doen, hè, in de tuincentrumbranche. Dat is natuurlijk heel veel plantjes en potten en later kwamen er wel wat tuinmeubelen en dat soort dingen bij. Maar ja, in de winter dan gaan heel veel mensen natuurlijk niet de tuin in. Hè. Te koud, te nat of het vriest. Dus ja, op een gegeven moment zijn we daar wat anders voor gaan verzinnen. En ja, wij hebben dat heel mooi uit kunnen bouwen omdat we de tijd hebben, de ruimte en de mensen om het te doen. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot wat het nu is. Komt er in Lisse weer een kerstmarkt of is dit echt het allerlaatste jaar? Nee, hou op, schei uit joh. Die wordt nog veel mooier en veel groter dan deze. Dit is nog maar het begin.
Het is onze mooiste en grootste kerstshow die we hier gehad hebben ever. Maar Lisse hebben we eigenlijk al bij het ontwerpen van het pand hebben we rekening gehouden met de kerstshow. Waardoor het allemaal hele mooie aansluitende afdelingen zijn. Dus je gaat straks in Lisse ga je één keer de kerstshow in. En ja, je gaat pas weer het kerstgevoel kwijtraken als je de kerstshow uitloopt. Nou, ik schrik er een beetje van dat jij nu net tegen ons zegt van dat dit de allerlaatste kerstshow van Intratuin in Voorschoten is. Ergens had ik wel gehoord dat ze ooit eens weg zouden gaan, maar dat dit de allerlaatste is. Ik kom hier al 100 jaar, dus ik ga het vreselijk missen. Bent u hier al vaker geweest? Ja, ik kom vandaag voor de 4e keer. Ik weet het niet heel zeker, maar ik denk niet dat hij zo'n dikke buik heeft. Ik denk dat hij wel iets slanker is. Ik zal eerlijk zeggen, wij zitten natuurlijk al vanaf eind augustus in de kerst. Dus ik heb er zelf eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus ik heb thuis een heel klein kerstboompje staan. Uiteraard met flesjes drank erin en van die wijnglazen. En dat is heel leuk. Het lijkt net alsof hij bij ons in de voortuin staat, want wij zitten daar zo aan het schoolplein. Dus we kijken de hele dag al, hele ochtend al naar de kameel. Nou, we hebben gezorgd dat er voor de kinderen in deze donkere tijd met lockdowns en veel corona er een lichtpuntje kon zijn. De kinderen die volgende week allemaal thuis zijn, konden vandaag al bij onze kerststal op visite komen. Vanochtend om 2:30 zijn ze begonnen met inladen van de dieren en de kerststal. En ze waren hier vanochtend om 6:00 en we hebben ook gelukkig wat hulpouders gehad die hier helpen met opbouwen. Het was zeker een grote verrassing, want de kinderen wisten het niet. Er is gisteravond een berichtje naar ouders gegaan van kun je een geheimpje bewaren. Maar volgens mij wist bijna niemand het. En was het voor de meeste kinderen echt een enorme verrassing dat hier een kameel stond. We hebben alles wat er was voor de kerstviering hebben we naar voren kunnen halen. Dus we hebben het kerstontbijt hebben we naar voren kunnen halen. Dat hebben de kinderen vanochtend als eerste gehad. Ze hebben allemaal een doos gekregen. Die hebben ze mee naar huis genomen. En de dozen die hebben ze mooi versierd op school. En vanochtend versierd en gevuld meegenomen om eerst te kunnen ontbijten. Dus ik denk dat ze, ondanks het feit dat we volgende week dicht zijn, toch een mooie kerstgedachte mee kunnen geven.